Kijkers van Online Kings en van Hartelijk Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Person Architect. Goed jongens, welkom terug, gloednieuwe aflevering, wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk verder waar we afgelopen maandag waren gebleven. Jawel, dat komen we weer helemaal goed, vaak weer prima, goed, ja. Zoals jullie natuurlijk weten, gaat het op zich goed met de gevangenis, we gaan daar onze derde. Maar wat ik vooral nu aan wil gaan doen, is om de dagroodsmaat te gaan veranderen. Dat werkt gewoon echt... Ja, echt uit elkaar. Het is niet wat je hier hebt. Dus dan moeten we even goed naar kijken. Programma's, die ga ik in ieder geval nu. Dit en dit, dat blijft. De rest, dat gaat weg. Zo. Kijk, we zullen vast nog wel een keertje die we helemaal opnieuw moeten doen. Deze is volledig klaar. Dat is mooi. De lampen worden betaald. Die worden al betaald, dus dat is hartstikke mooi. Dus dan moeten we dadelijk even gaan wachten. Wat had hij nou? Volgens mij had deze wat. Ja, dan zoek dan die hele cellenblok maar. Wat zeg ik niet mijn bedoeling? Wat zeg ik bedoeling om zijn hele cel te controleren? Maar controleer dan maar alles. Oh shit, hé. Hier beginnen ze flink te matten. In deze gang. Ja hoor, het zijn rellen. Hier beginnen ze ook. Beginnen ze allemaal te rellen? Zestien. 19, 10 mensen, dat is 20, ja dit gaat de rest die terug naar de cellen. Ze nemen Rijbin. De rest die braaf is, gaat maar naar zijn cel. Dus goed, ze hebben het nu opgelost. Die is gepakt, hier zit er ook in, die is ook gepakt. Ja, die rode die moeten sowieso nu vertrekken. Oké. Okay.
zijn nogal wat hier. +40 wachten nog. Ja. Dan moeten we wachten dat iedereen zal gesloten heeft. We hebben het allemaal een beetje opgelost, dat is mooi. Hier zijn ze allemaal bezig met de stroom. Dat is ook fijn. Oké, dan ga ik nu, maar eens even de dagroos helemaal veranderen. Dus ik ga alles zet ik op slapen neer. En dan ga ik eens even kijken. Dus er is vandaag niet zo heel veel te doen. Goed, laten we beginnen met de kraas. Die zijn tenminste wat rustiger. Ja, die zijn dus wat beter. Dus laten we ze dan ook om 6 uur werken. Dan kunnen ze 5 uur douchen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meestal heb je 7 uur slaap nodig. Deze. En dan moeten ze 4 uur werken. Dus 1, 2, 3, 4. Dus dan zullen hun hier moeten gaan werken. Dan ga ik hun op werk zetten. 1, 2, 3, 4. En dan hun hier. Nee. Hun hier. 1, 2, 3, 4. Kijk, dan komt dat helemaal goed uit. En dan hebben zij gewoon eten hier, eten hier. Ja, daar ben ik er nog niet echt mee eens, want zij moeten ook. Zij gaan als eerste. Dus zij wil ik eigenlijk hierop eten. En dan. Eten zo, eten zo. Of ja, toch sowieso. En dan hier even vrije tijd.
En dan komen zij, hè? Ja. Dan moeten zij hier eten en dat gaat dus niet. Dat gaat niet. Daar zitten we dus in de knoop mee. Daarmee zitten we dus eigenlijk in de knoop. Goed. Deze, die wil ik liefst morgens hebben. Of juist de gevaarlijke. Dan zijn ze wel overdag. Er is wel wat. Ja, ik ga deze gewoon toch op werk zetten. 1, 2, 3, 4. Dan komen hun. 1, 2, 3, 4. En dan komen hun. Maar hun hebben het eten niet. Of dan moet hij ze juist. En zie je, dat is. Ook. Hoe moet je ze laten eten? 10 uur, 11 uur. Of om 2 uur, maar dat is veel te laat. Dus om 1, 2, 3, 4. Dus dan eten ze pas om 7 uur. En dat is ook vrij laat. Laten we eerst met eentje dan maar mee beginnen. Kijk, dan hebben we hier. Ja, vrije tijd. 'Zelf ook zo te gaan ze luchten. Die hebben 5 uur vrije tijd, hè? Ja. Eten. Eten. 8 uur. Nee, deze moet op douchen. 7, ja, ze hebben ook zoten. En 1, 2, 3. Nou, dat is tenslotte een gevangenis, hè? We moeten het niet. Oké. Dat is mooi. Anders moeten we hun. Dat heeft geen zin om hier te laten werken, hè? Het heeft eigenlijk geen zin. Ja, dat heeft niet echt veel zin, moet ik zeggen. Of we zeggen om 5 uur beginnen met werken. Dat kan ook. Zullen we dat proberen? Om 5 uur al beginnen, hè? 1, 2, 3, 4. 5 uur en dan moeten ze maar douchen, maar zelf weten wanneer dat ze dat doen. Vrije tijd. Oké.
om 10 uur gaan eten, dat is... Of om 9 uur. Ik denk pas om 9 uur. Nee, 10 uur. Laten we... Gewoon hier zo vrije tijd. Eten, 12 uur, celdeur gesloten. Doe dit. Eén, twee, drie. Je zit er 4 uur ertussen. Of kunnen we gaan proberen toch of we hier eten, vrije tijd. Van hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dan hebben we 7 uur zelden slapen. Oké. Dan is dat die. Deze moet dan... Kijken dat ze sowieso tot hier zo op slapen. Nou, en dan om 6 uur. Komen. Celdeur gesloten, denk ik. Om mee te beginnen, want die moeten 1, 2. Ik heb die nu 4 uur en dat is 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kom dat ik douche dan niet bij heb staan. Dan doen we die. Eén uur celdeur gesloten. Na het eten gaat het zo, zo dan gaat het hier zo luchten. 1, 2, 3, 4. Vrije tijd hier. Zouden we gaat hier, zouden we daar. Maar ik denk dat het best om in de ochtend te laten gaan, dus dat is wel het beste. We moeten al om 4 uur opstaan, maar dat is normaal, denk ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En zetten we vrije tijd hier neer, langs de slaap, dan kunnen ze, ja, kunnen ze dat zelf bepalen. Zullen we het zo maar zeggen, 1, 1, 2. 2 uur vrije tijd al laatst, en dan hebben we hier celdeur zo met 3 uur, of maakt het niet zoveel uit. 1, 2, 3, 4. Om 9 uur al gezet, dat is best wel vroeg. Ja, ik... Nee, ik wil toch... Ik wil ze eigenlijk toch hier zo op douchen en dan op werk gaan doen. Douchen, 1, 2, 3. 4 uur werken, eten. Anders doen we heel even hun ook op eten zetten. 1, 2, 3. Celdeur gesloten, celdeur gesloten, luchten. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je? Dat is het beste, hè? En die moet natuurlijk
Ook. Dan gaat eten wel naar 11. Zal de gesloten. Luchten. Ja. Eten om 11. Deze gaat eten om 12. En hier gaat eten om zo laat. Dan haal je dit net niet. En die dan toch ook niet. 1, 2, 3. Dus dan zul je bijvoorbeeld hier te laten starten. Dus dan heb je dat tot hier zo. En deze moeten sowieso ook eten. En dan moeten we 3. Om 2 te gaan eten is erg laat. Jongens, weet je wat ik ga doen? Ik ga dit nog even allemaal bekijken. Ik ga dat vrijdag even allemaal snel bekijken, ja? Dan ga ik het gewoon niet zo. Dan ga ik het even allemaal op papier wat het beste is. Ja, dan zien we elkaar gewoon weer lekker morgen. Gewoon op de vrijdag weer terug. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot vrijdag dan weer, jongens. Mazzel!